De Regor T40Z verhuisde volgens mij via de veiling van Eye of the Master naar Stud 111. Don Julio de Regor, die het veulentje onder de veilinghamer kwam bij Flanders Vol. Diamant Cento Nabab de Rêve. Ja, zeer interessant gefokt paard. Weer een zoon van Diamant. Was het de veiling van Zangerszijde? Volgens mij het Zangerszijde Festival op Centaur waar die verkocht werd. Uh-huh. Gilles, die het paard al zeer netjes onder controle heeft. Die zo'n groot paard al fijn doorgereden heeft. Ja, en een klassesprong daar op Oxer 5. Ja. Toch opvallend zoveel goede springpaarden er rechtstreeks uit de Santa de Muze komen. Hè? Een van de Big Five stammoeders, denk ik. Het springt daar bijzonder goed uit. Verliest een beetje zijn ritme, omdat hij zo goed over de Oxer springt. Ja, maar Gilles weet het mooi voorwaarts op te lossen. We krijgen toch een mooi inkijkje in de mogelijkheden van deze Don Julio de Regor T40Z. T40 staat voor een fokkerij in het Oostblok. Investeerders die links en rechts geïnvesteerd hebben in extra gefokte veulentjes en embryo's. En op die manier toch een hele sterke fokkerij opgericht hebben in het Oostblok. De stal T40.